De werkers van de Nationale Democratische Partij hebben gerapporteerd aan onze politieke organisaties dat met name in het kiesdistrict Paramaribo er zaken zich hebben voorgedaan die wij zo ernstig vonden dat we dit in geschrift gestuurd hebben naar de voorzitter van OKB om aandacht te vragen voor deze kwestie. Onder andere is heel concreet evaluaties en analyses van de werkers van de stembureaus van ons, dat er een enorm groot verschil bestaat tussen de informatie op de turflijsten van de partij en het uiteindelijk aantal stemmen per stembureau geteld en vastgelegd in processen verbaal. Daarnaast hebben we gemerkt ook dat werkers ons geïnformeerd hebben dat op bepaalde stembureaus er stembiljetten zonder een paraaf van de hoofdverantwoordelijke van zo'n stembureau in de bussen gedaan werden. Ondanks opmerkingen van de werkers dat dit een incorrectheid is, is onder andere gezegd bij één of twee van de gevallen, we gaan de bus niet weer open doen, want sluiting heeft al plaatsgevonden. Op één of twee locaties is zelf ook zo geweest dat er een stembus geleverd is zonder dat het gesield is geworden. We hebben ook een verslag gekregen van onze werkers, waarbij dat uit het procesverbaal dat het totaal wel zou moeten kloppen, maar met de turflijsten blijken de cijfers niet meer te kloppen. Bijvoorbeeld, een stembureau kan, ik noem maar een bedrag, een aantal 500 stemmen hebben. Ja? En dan kan het zo zijn dat voor de NDP bijvoorbeeld 365 stemmen zijn uitgebracht. En voor politieke tegenstanders dan zeggen 203 of 204. We hebben gegevens doorgekregen van onze werkers dat bij het tellen blijkt dat die 265 per abuis bijvoorbeeld 205 genoteerd zou zijn. En dat die 60 stemmen daar ergens naartoe gegaan zijn. En het vermoeden bij de NDP'ers bestaat dat met betrekking tot het uiteindelijk aantal zetels tot nu toe, wat nog niet formeel is, dat men weer zetels verwacht had in het kiesdistrict Paramaribo vanwege het enorm werk dat verzet is en het aantal mensen dat zo verschenen is, opgekomen is bij de verkiezing voor de partij. Een heel belangrijk ding en daar vragen we extra aandacht voor. Dat het voorgekomen is dat stembiljetten van bijvoorbeeld resort Beekhuizen terechtgekomen zijn in stembussen van het resort Munder. Ja? Dus de boodschap is dat stembiljetten van resort A terechtgekomen zijn in stembussen van resort B. Dat is een hele ernstige zaak, omdat elke stem invloed heeft op RR-niveau. We hebben daarnaast ook nog moeten constateren dat uit bijvoorbeeld wanneer het stemlokaal geopend wordt, is er in zo'n stembus het exacte aantal stembiljetten welke daar geplaatst zijn voor de verkiezing van die mensen, het exacte aantal mensen van zo'n stembureaugebied. Bij de sluiting van het stembureau worden al deze biljetten weer uit de bus gehaald en dan moet er weer geteld worden dat het aantal waarmee je begonnen bent moet kloppen met het aantal waarbij je geëindigd bent. Dus 500 bij start moet ook 500 bij einde zijn. Ja. Achteraf bleek dat ook dit aantal niet meer klopte. Of er waren te veel stembiljetten in zo'n stembureau, dus boven 500. Het zou eventueel kunnen dat het minder zou zijn, dat we zeggen iemand is niet gaan stemmen, maar daar wordt van tevoren geteld. Als je 500 aan het begin hebt, moet je ook 500 aan het eind hebben. En blijkt dat bij de telling op het eind de cijfers niet meer klopten.